Beste belegger, begin augustus heb ik hier de technische analyse van de AEX besproken. We hebben toen gezegd dat de AEX kon opveren richting de 565 punten. Inmiddels staat de AEX op 570 punten, dus het is hoog tijd voor een update. We hebben gezien dat de AEX in augustus veelvuldig de steunzone rond de 530, 535 punten heeft getest en vanuit daaruit flink is opgeveerd. Hieraan vooraf ging een omgekeerd kop-schouderpatroon, wat een koersdoel had van circa 570 punten. Nu dit koersdoel is bereikt, kunnen we weer opnieuw kijken waar de AEX heen zou kunnen bivakeren. Rond de 572 punten ligt een zware weerstand, gevormd door de toppen van april eerder dit jaar, maar ook in 2018 vormde het niveau rond de 570, 575 punten al vaker weerstand. Mogelijk wordt hier een rechte schouder gevormd van een groot hoofd- en schouderpatroon. De linkerschouder is dan op 572 punten gevormd in april. De kop is eind juli gevormd op 586 punten. En mogelijk vormt de AEX momenteel weer een rechte schouder op 570 punten. Zo'n hoofdschouderpatroon is een negatief patroon, maar wordt pas geactiveerd bij een doorbraak van de necklijn op 530 punten. Speculatieve beleggers zouden wel short kunnen gaan op de rechte schouder, maar conservatieve beleggers wachten een uitbraak onder de 530 punten af. Wat gebeurt er als dit patroon wordt geactiveerd en dus de 530 punten steun wordt gebroken? Dan kunnen we een koersdoel berekenen door de afstand van de necklijn tot aan het hoofd op te tellen en weer op te tellen bij het uitbraakniveau. We komen dan op een koersdoel van circa 470 punten en daar ligt ook de bodem van begin januari. Dus het potentiële, het neerwaartse risico is dus enorm, maar wel pas bij een doorbraak onder de 530 punten.